Wat is de waarde van een tijdlijn bij traumaheling? Ik volg op dit moment de Somatic Experiencing-opleiding. Dat is een 3-jarige opleiding waar ik nu de helft van af heb. Ik rond die eind 2024 af. En wat ik al geleerd heb en mijn eigen gemaakt heb, werk ik al in traumaconsulten. En ik wil nu iets vertellen over de waarde van het werken met een tijdlijn. Als er trauma is geweest, dus een prikkel die te snel was, te plotseling, of iets wat te veel was voor ons systeem om te kunnen opvangen, dan spreken we van trauma. En dan, als we niet ervan weg konden door te vechten of te vluchten, dan zijn we vaak in een bevroren reactie terechtgekomen. En dan is het belangrijk om weer in contact te gaan komen met onze mogelijkheden om dat af te kunnen maken wat we ten tijde van die heftige prikkel niet hebben kunnen afronden in onszelf. Maar als we direct met onze aandacht naar dat moment van die sterke prikkel toe gaan, dat moment noem ik T0, moment 0 op de tijdlijn, dus daar waar het gebeurde, dan is dat te heftig. Dan zijn we alleen maar in een staat van verkramping, van vernauwing, vaak van dissociatie, dat je niet meer echt helder kunt nadenken, niet meer echt om je heen kunt kijken. En van daaruit, vanuit die situatie, kan geen nieuw perspectief ontstaan, kan geen ruimte ontstaan om te kijken wat zijn mijn mogelijkheden. Dus daarom beginnen we met een moment waarbij de sterke prikkel alweer voorbij was. En ik heb een soort constructie gemaakt op mijn arm om het uit te kunnen leggen met een appeltje. Dus dat heb ik hier gedaan op deze arm. Dus die appel, dat is dat moment T0. Dus het moment waarop die sterke prikkel er was. Het moment waarop je verkracht werd, of het moment waarop je in het ravijn viel, of het moment waarop je als kind een zo woedende blik naar je toe kreeg dat die veel te overweldigend was. Dat is het moment T0. Dit is het verleden, het moment voor T0. En dit is het moment waar hier op het puntje van mijn vinger, waarbij je voelt dat je weer min of meer die heftige prikkel voorbij is. Waarbij je weer min of meer kalmer bent geworden. Dat is nooit een 100% kalmte, hè, want die prikkel is er natuurlijk geweest, maar waar het weer relatief goed is. Dus ik zal een voorbeeld nemen van een aardbeving. Dus dit T0 is het moment van de aardbeving. Dus op dat moment is iemand helemaal overweldigd. De grond die valt bijna onder zijn voeten weg, of letterlijk. Gebouwen storten in, er is levensgevaar. Dus daar is, en zeker als iemand onder de brokstukken terecht is gekomen, dan is dat een moment waarop je alleen maar in een bevroren toestand was. Je kon niet vluchten, je kon er niet tegen vechten. Het was te overweldigend. En het enige wat overblijft is een soort uitspesen, dus er niet meer echt bij zijn. Een soort bevriezing. En gelukkig komen er in het lichaam dan ook hormonen, endorfine vrij, die zorgen dat ondanks de pijn van de brokstukken die op je drukken, dat je toch nog een soort
ook nog een soort gelukkiger gevoel kunt ervaren. Dat is je bescherming. En wat is nou het puntje van de vinger? Dat is op het moment dat iemand onder de brokstukken vandaan is gehaald, veilig in een ziekenhuisbed ligt, met een hele vriendelijke verpleegster naast zich, een hele zorgzame dokter, die zegt van, goh, we hebben in kaart gebracht wat er is, je been is gebroken, dat is te herstellen. We gaan dat doen. Dat heeft een paar weken de tijd nodig om te helen. En je bent op een plek waar geen aardbevingsgevaar meer is. En dan ga je voelen wat er op dat moment met je gebeurt. Dat je terugdenkt aan die gebeurtenis waarin je dus in het ziekenhuis lag. Met deze wijze mensen om je heen, met deze vriendelijke mensen om je heen. En je ervaart dan in je herinnering hoe dat is. De zachtheid van de matras van het ziekenhuis, de vriendelijke blik in de ogen van de verpleegster, de vertrouwdheid van de dokter die jou net onderzocht heeft en die je geruststelt. Je ademhaling die rustig is. Het je neerlaten in het bed. Dus je ervaart wat er dan gebeurt in je lichaam. Je hartslag is rustig. Je ademhaling is rustig. Je schouders zijn ontspannen als je daarover vertelt. Dus door je dat te herinneren, kom je in een staat van kalmte terecht, die we nodig hebben om te gaan kijken uiteindelijk naar een eerder moment. En dan ga je vanuit deze situatie, die ik dan T1 noem, dit was T0, dit is T1, dat is het moment verder in de tijdlijn, ga je kijken naar het moment, naar wat er voor die aardbeving gebeurde. Het moment T-1. Dus hier, dat is het verleden. Dus wat er voor de aardbeving gebeurde. En dan ga je kijken naar het eerste moment in jouw herinnering waarin je voelde van, hey, hier is iets wat niet te vertrouwen is, iets wat mij in een staat van alertheid brengt. Dat kan zijn bijvoorbeeld dat je een hele lichte trilling ging voelen. Of een moment dat je wakker werd in bed en dat je dacht, het klopt niet, hier klopt iets niet. Het kan ook het moment zijn dat je in de krant las dat er de mogelijkheid was van een beving. Dat er een voorspelling was. Het kan ook zijn het moment dat jij op straat liep en dat je voelde dat er een lichte zindering kwam. Dat je een soort gevoel kreeg in je voeten waarbij je dacht van, achteraf gezien van, hier klopt iets niet, dit ken ik niet. En dan ga je vanuit dit moment, vanuit die relaxte staat van die herinnering aan dat ziekenhuisbed, je hart is kalm, je ademhaling is rustig. Kijk je naar dat moment waarop jij die eerste zindering op straat in je voet voelde, en dan ga je kijken van wat zou er vanuit dit perspectief gezien, wat zou je daar graag hebben zien gebeuren toen je die lichte zindering in je voet kreeg. En dan zeg je vanuit dit perspectief misschien van, ik had heel hard weg willen rennen naar een open veld, waar geen gebouwen stonden, waar niks op mij kon vallen. Een open veld. En dan
Neem je waar in je lichaam, waar je die impuls voelt. En dan voel je bijvoorbeeld dat je de spieren van je benen zich aanspannen en dat ze heel hard weg willen rennen. En dan volg je die beweging in je benen. Dus je maakt met je benen die wegrenbeweging en je voelt ook waar wil jij heen? Waar wil jij naartoe rennen? En hoe is het om daar naartoe te rennen? Om die hele energie in je benen te mobiliseren. Je hartslag gaat omhoog. Dat heeft nu een functie. Je ademhaling wordt steviger. En er komt een enorme toevloed van bloed naar je benen, naar je spieren. Die de beweging afmaken. Die in feite jouw lichaam heeft willen maken om te vluchten. En dan ervaar je hoe is het om daar op dat veld te liggen. Je benen hebben je daarheen gebracht. De capaciteit is daar in je benen geweest. Hoe is het dat je hele lichaam die mobilisatie in zich heeft om weg te kunnen rennen? En in de traumabegeleiding kun je dan ook steeds dichter bij dat appeltje, steeds dichter bij dat moment van T0 komen. Dus dan kun je een moment pakken wat iets dichterbij ligt. Bijvoorbeeld, je bent in het gebouw dat gaat instorten. Wat is dan wat er van binnenuit wil gebeuren? En op die manier krijg je steeds meer het vertrouwen terug in je lijf, in je lichaam, in jouw capaciteit om te handelen, om waar te nemen, om het gevaar te hebben gezien. Wat vertrouwen geeft. En als dat uiteindelijk gebeurd is, daar zijn vaak een aantal sessies voor nodig, dan kun je op een gegeven moment zien van, oh ja, ergens in mijn tijdlijn was die aardbeving. Dat is nu verleden tijd. Terwijl als je die traumabegeleiding niet doet, dan blijf je als het ware in, ook hier, in, verderop in de tijdlijn, in de tijd bevroren, in die kramp, in die bevriezing. En dan lijkt er geen verleden en ook geen toekomst, helemaal niks meer te bestaan. Dan ben je alleen maar in die kooi van die bevriezing. Dus dit is wat ik wilde uitleggen over het belang van de tijdlijn. En als je iets van een overweldigende ervaring in jouw leven samen met mij wil onderzoeken, dan ben je daarvoor van harte welkom. Dan kun je mij een mailtje sturen. En mijn gegevens staan in de beschrijving onder dit filmpje. Ik ben benieuwd hoe je dit filmpje hebt ervaren en als je nog niet geabonneerd bent, zou ik het heel fijn vinden als je op de abonneerknop klikt, omdat mij dat helpt om straks te kunnen gaan adverteren op YouTube bij genoeg abonnees, bij 1000 abonnees. En dan kan ik wat ik graag wil delen met nog meer mensen delen. Dank je wel daarvoor.